Dag allemaal, van 15 meter of 12 meter boven het water in de Eemshaven blokkeren we nog steeds op een lijn van een halve kilometer die gespannen is tussen twee windmolens de kolentoevoer van de grootste en daarmee de goorste kolencentrale van het land die zo snel mogelijk dicht moet. Er zijn wat vragen binnengekomen van de mensen die onze actie volgen. Dankjewel voor die vragen, ik zal ze proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Eén vraag was van Joost of ik de kolencentrale vanaf hier kan ruiken. En op dit moment kan ik dat niet, maar dat is omdat de wind gedraaid is. Het is ook een beetje toegenomen, daarom ga ik ook heen en weer. Maar gisteren toen we hier aankwamen, toen stond de wind inderdaad vanaf de kant van de kolencentrale. En dan kan je de kolen ruiken. Dan ruik je die vieze lucht van de steenkolen waar we zo heel erg graag van af willen. Een andere vraag is hoe wij weten wanneer het kolenschip aankomt. Nou, dat is simpel. We hebben een tijd lang in de gaten gehouden welke schepen er op wanneer hier aankomen met kolen. Of een schip kolen kan vervoeren, dat is gewoon openbare informatie. En waar een schip is, kun je ook zien op een openbare website. En ook de Eemshaven die heeft een website. Dus op die manier kun je in de gaten houden waar de